Het verkeer in onze provincie had vandaag te kampen met extreme gladheid door ijzel. Vooral in Oost-Groningen was het raak en daar gleden op diverse plaatsen auto's van de weg. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Deze auto belandde naast de A7 bij Scheemda in de sloot. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. En ook deze automobilist werd bij Scheemda verrast door de gladheid. De wagen bleef net boven het water hangen. Het was een verraderlijk laagje ijs op de wegen. De ijzel was aangekondigd en het KNMI gaf daar gisteren code geel voor af. Vanmorgen werd het opgeschaald naar code oranje. Strooiwagens waren de hele nacht in de weer. Rijkswaterstaat had het er maar druk mee. In de afgelopen nacht is 202 ton zout gestrooid op de snelwegen in het noorden. Dat kon dus niet voorkomen dat auto's van de weg gleden, zoals hier bij Bad Nieuweschans. De bestuurder bleef ongedeerd. Ook de hulpdiensten zelf hadden last van de gladheid. Patiënten moesten bijvoorbeeld langer wachten op een huisarts of ambulance, omdat die moeite hadden om op de plaats van bestemming te komen.